Rajiv Gordhin heeft besloten zijn functie als voorzitter van de Jeugdraad van Suriname neer te leggen. De aankondiging werd vandaag gedaan door Gordhin zelf, die vanaf 8 september 2023 het voorzitterschap bekleedde. De reden voor het neerleggen van zijn ambt volgt nadat er geen verandering kwam in de situatie van de jeugdraad onder de gekozen leden. Ondanks zijn tekortkomingen merkte de voorzitter op dat de situatie onwerkbaar geworden was met nul op het rekest. Gordhin gaf verder aan dat er in de raad leden bleken te zijn die niet het jeugdbeleid wilden dienen. Vanuit het ministerie werd steeds nieuwe afspraken gemaakt om de situatie aan te passen, maar volgens Gordhin stonden de leden toch niet open, wat uiteindelijk niet heeft mogen baten. Ik heb herhaaldelijk geprobeerd om de situatie binnen de jeugdraad op te lossen. En aan deze situatie kwam er geen verbetering. Er worden afspraken gemaakt, mensen komen hun afspraken niet na. Er worden taken opgelegd, de taken worden niet gedaan. Er zijn voor bepaalde dingen zijn er wel deadlines. En die moeten wel gehaald worden. Kijk, natuurlijk heb ik ook mijn tekortkomingen als persoon. Ik ben slechts mens. Ik heb ook een paar uitspattingen gehad. Maar ik heb dat met mezelf gewoon proberen te fixen. Als we veel willen bereiken in het jeugdwerk, zouden we 1 moeten zijn. Dus de communicatie, de afspraken die gemaakt werden, daarop hamerde ik. Maar zo te zien heeft het niet gewerkt. Naar mijn inzicht heb ik wel alles gedaan. Oké, terug naar het traject. Nou, het was een heel leerrijk traject. Ik heb ook veel meer geleerd als persoon over een bestuursfunctie, wat je taken zijn, wat je plichten zijn, wat je verantwoordelijkheden zijn. En ik zou zeggen, het was heel leerrijk. Hij gaf mee dat de leden in de toekomst beter geëvalueerd moeten worden, alvorens toegelaten. Er is momenteel nog geen officiële verklaring over de verdere stappen die de jeugdraad zal ondernemen na het vertrek van Gordhin. Het is nog onduidelijk wie zijn functie zal overnemen.